Afgelopen maand is de website erfgoed-onderwijs.frl gelanceerd. Doel hiervan is om educatief aanbod bij erfgoedinstellingen in Friesland toegankelijk te maken voor het primair onderwijs. In Leeuwarden nemen meerdere instellingen deel aan dit initiatief. Een van hen is het Natuurmuseum Friesland. Het museum ziet de komst van de website als een belangrijke mijlpaal omdat wij eigenlijk een hele goede plek missen waar leerkrachten naartoe kunnen gaan om kwalitatief waardevolle programma's te kunnen vinden. Dus dat ze maar naar één plek hoeven en niet het hele internet hoeven af te struinen. Daarom hebben we eigenlijk besloten om een, een gezamenlijk een website te maken voor, uh, voor, uh, voor het onderwijs, voor het primair onderwijs. De website fungeert als een centrale plek op het gebied van erfgoed en educatie. Het onderwijs kan haar voordeel doen met dit aanbod. Dit belooft wat voor de toekomst, want het project staat nog maar in de kinderschoenen. Uh, de programma's die erop staan zijn van musea en ook andere cultureel erfgoedinstellingen. Uh, uh, maar ja, wij zitten er ook bij, wij, onze programma's staan er ook op. Er zijn uh, 35 uh, ja, nu al goed lopende programma's. Komt er nog meer bij? Ja, ja, hij is pas in april, afgelopen april, online gegaan. En er komt nog veel meer erbij. Het is echt nog even de startfase. Het Natuurmuseum Friesland biedt scholieren meerdere lesprogramma's. Deze variëren echter qua inhoud en duur. Uh, nou, we hebben vaste programma's die eigenlijk het hele jaar door uh, te, te volgen zijn voor het onderwijs, maar we hebben ook tijdelijke programma's. Uh, een van de tijdelijke programma's die we er nu op hebben gezet, is de Wondere Vogelwereld van OC Hoijmeijer. En uh, nou ja, op de achtergrond zien jullie al iets van die tentoonstelling. En dat is dan een tentoonstelling die hier staat. Is dat dan, zolang die tentoonstelling er staat, is dat lesmateriaal er en dat is echt gebonden aan hier? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, ja, het lesprogramma is speciaal ontwikkeld voor deze tentoonstelling en is dus alleen uh, tijdens de tentoonstelling, dat hier staat, te volgen uh, voor het onderwijs.